Zal ik even voorstellen? Dit is Frits, hè? Goedemorgen, Leon. Goedemorgen, René. Lekker weertje, hè? Het is een beetje koud vanmorgen. Ja, koud en guur en nat en dwaait. Echt een natte neuzen weer. Kortom, ideale omstandigheden voor een fikse wandeling. Worden we vanzelf warm van. Ja, en als je nou kijkt naar die windmolens en naar die vette zeeklei, dan waaien je hier in Zeeland, hè? Maar het is nog steeds Brabant. Wat word je duizelig ervan? Ja. Het uiterste westelijke puntje van Brabant. We gaan vandaag wandelen in Halsteren, vlakbij Bergen op Zoom. En we beklimmen deze dijk om jou eens een mooi uitzicht te geven over het Zoommeer. Nou, bovenop de dijk staat Gerard, die is hier altijd te vinden met zijn tekenblok. Goedemorgen, Gerard. Hey, goedemorgen, René. Het waait hier straf, mag ik wel zeggen. Het waait hier altijd, ja. Je hebt hier inderdaad een schitterend uitzicht. Prachtig uitzicht, hè. Ja, dit was hier vroeger de Schelden, hè, de Oosterschelden. Het water kwam hier tot aan de dijk. En nu is het natuurgebied. En de schepen die varen dan nog, want het is het Schelde-Rijnkanaal. En daarachter de Oesterdam. Toen de Oesterdam gekomen dus was hier geen even vloed meer. Nee. De Schelde. En over die Schelde gaat jouw vraag, hè? Ja. Ik heb een vraag aan jou. Weet jij hoe de Schelde naar zijn naam komt? Mag ik eerlijk zijn? Ja. Ik weet het niet. Niemand die het weet. Maar misschien dat er een kern van waarheid zit in het oude verhaal. Kijk, onze lieve Heer en Petrus waren weer eens aan de wandel geweest op aarde. Dat is avond geworden, ze waren moe. Ze zochten onderdak in het dorp. Ze hadden het moed al bijna opgegeven, totdat ze aanklopten bij een bouwvallig huisje. Een klein oud vrouwtje deed open, nodigde ze uit naar binnen, gaf ze eten en drinken en een warm bed. De volgende morgen sprak onze lieve heer vrouwke: "Je hebt ons zo goed geholpen, dat verdient een beloning. Het eerste werk wat je vandaag zult doen, zult je blijven doen totdat de zon ondergaat." Dat had vrouwke verbaasd toen ze weg waren. Vreemde kostgangers, maar ze stond er voor de rest niet bij stil. Want ze moest namelijk boodschappen doen en ze moest tellen of ze nog wel voldoende geld had. Ze begon die paar munten die ze had te tellen, maar ze kon niet ophouden met tellen. Ze bleef maar tellen en het geld nam maar toe. Pas toen de zon onderging, hield ze op en haar hele huis was vol met geld. Ja, dat verhaal ging natuurlijk als een lopend vuurtje door het dorp en elke dorpeling was in afwachting totdat de lieve heer eens bij hem of haar zou komen. En op een avond gebeurde dat. Onze lieve heer en Petrus die klopten weer aan bij een ander huis. Een boze, hebzuchtige vrouw deed open. Nodigde ze natuurlijk meteen uit, gaf ze eten, drinken en een bed. Ze dacht van, ha, die beloning, hè. En de volgende morgen sprak onze lieve heer weer. Vrouwke, het eerste wat je vandaag zult doen, zult je blijven doen. Dacht die vrouw toen ze weg waren. Het tellen kan gaan beginnen, maar eerst even plassen. Je moet zo nodig. Ze ging plassen. Ja, en wat gebeurt er? Ze bleef plassen. Het bleef maar stromen. En die vrouw maar schelden. En uit die waterstroom is de rivier ontstaan die nadien de Schelde is genoemd. Oh, prachtig. Ik weet niet of het waar is, maar het is het enige verhaal wat ik heb, joh. Zou wel eens kunnen. Ik laat jou hier in die waaierige omgeving. Ja. Leon en ik gaan verder aan de wandel. Ja. Hey Gerard. Ja, tot ziens. Tot kijk, hè. Okay. Bye. Hadden we. Als je zo dit landschap ziet, Leon, is het bijna niet te geloven dat dit gebied bijna 50 jaar geleden, in 1953, zwaar getroffen werd door de watersnoodramp. Wat een heleboel mensen niet weten, is dat er ook in West-Brabant slachtoffers vielen. Alleen al in Halsteren, 68 mensen. En soms zie je van die oude films, lees je oude verhalen over die ramp. En dan komen die verschrikkingen van die barre nacht van 31 januari op 1 februari weer tot leven. Hè? Zoals Terlaas van Jan Huskes, de brandweerman. Die werd om 4:50 ochtends gewekt door de sirene. En samen met zijn collega's trok hij de polder in om mensen te waarschuwen dat de dijken op springen stonden. Hij verloor het contact met de andere mannen, omdat hij een achtergebleven vrouw met een kinderwagen en een baby te hulp wilde schieten. Met z'n drieën trokken ze verder. En toen brak de dijk door. Het water kwam eraan. Die witte koelkende massa. Nog net kon Jan de baby uit de kinderwagen halen. Maar hij kon niet voorkomen dat de vrouw door de golven werd verzwolgen. Met het kind ging hij verder. Hij hield het kind boven zijn hoofd totdat hij in een sloot stapte. Had hij natuurlijk niet gezien door de waterstand. Hij ging onder. Moest het kind loslaten. Alleen worstelde hij verder. Ging onder. Kwam weer boven. En zag toen twee mannen vechten voor hun leven. Ploeterend in het water. En vervolgens werden die twee mannen overvaren.
door een drijvende rietschol. Alleen moest hij weer verder. Drie kwartier heeft hij zo getopt. Hij voelde zijn krachten wegzinken. Had vrede met de dood. En zachtjes zonk hij naar beneden. Totdat hij met zijn voeten vaste grond voelde. De boomdijk. Hij deed een paar stappen op het droge. Hij viel toen neer, bewusteloos. Dan heeft hij 3 uur gelegen in die vinnige kou. Toen kwam hij bij en zag hij een boot voorbij komen. Met zijn laatste kracht hief hij zijn arm op. Hij werd gered. Jan was geen slachtoffer, maar er wel waren er 1800 andere slachtoffers. Dat is de watersnoodsramp. Dat is geen verhaal, maar echt gebeurd. Dit is een van de hoevers in deze polder die de watersnoodramp heeft doorstaan. En dat komt omdat die zo hoog is. Want de meeste huizen zijn toen niet ingestort omdat de muren die waterdruk niet zouden kunnen weerstaan. Nee, die hoge waterstand die lichtte dat dak op. Dat dak ging drijven. Ja, en dan willen die muren natuurlijk wel instorten. Hè? En hier kun je zien tot hoe ver, tot hoe hoog het water toen reikte. Helemaal tot hier. Dan kun je ook voorstellen dat al het vee verzoop, inclusief die hofhond die aan de ketting lag, het beest wist niet wat hem overkwam. Het is echt een tragedie geweest. Dit is het Lange Water, een zijtak van de Schelde. En in vroeger eeuwen een belangrijke vaarroute tussen Duitsland en Antwerpen. Op sommige punten meer dan 200 meter breed. En in dit water huisde een geest. Een watergeest. Nou, een man had namelijk ooit zijn krankzinnige zuster, dus zijn eigen zuster, bezwangerd. Nou, dat mocht natuurlijk niemand weten. En weliswaar werd het kind dood geboren, maar hij moest ergens naartoe met het lijkje. Hij verborg het lijkje daar, aan de overkant, onder het riet. En niemand die er ooit iets van gemerkt zou hebben, als er niet vooral 's avonds af en toe geweeklaag te horen was geweest. Het gehuil van de ziel van dat ongedoopte kind, dat om verlossing smeekte uit dat riet. Op een nacht, midden in de winter, waren hier 2 palingstropers actief. Overdag hadden ze een groot gat gehakt in het ijs. En dat bedekt met stro. Dat is een oude stroperstruc. Want zo'n paling onder het ijs, dat snakt naar zuurstof, dat zwemt naar dat wak en nestelt zich in de stro. En dan is die zo op te pakken. Het duurde even voordat ze dat gat vonden. Ze trokken aan het stro, maar het zat vast. Vastgevroren. Ze trokken nog harder. En toen fladderde opeens een witte gedaante op. En luid krijsend vloog die in de richting van de Schelde. Was de ziel die verlost was uit riet. Nou, in werkelijkheid zal het wel een witte eend zijn geweest. Ja. Maar hier in Halster houden ze nou eenmaal van sterke verhalen. Je kunt het ook wel een klein beetje zien aan die diepte achter ons. Flink eind klimmen voordat je in Halster bent. Want Halster ligt ook een stuk hoger dan de omgeving op de Brabantse Wal. Soms met niveauverschillen van wel 20 meter. Nou, voor Nederlandse begrippen heb je dan over bergen. Hè? Nou, het wemelt hier ook van de bergen. Je hebt de Jankebergen, de Lindenbergen, de Brembergen, de Spinolabergen, Bergen op Zoom. Nou, in ieder geval heeft Halster altijd hoog en droog gelegen. En dat zegt de naam ook, want Halster is afgeleid van het Latijnse Alta Terra. En dat betekent hoge grond. En als je dat Latijn nou heel snel uitspreekt, dan komt er zoiets als altere. En zo noemen ze Halster ook in hun dialect. Kijk, en op de hoogste plaats van het dorp, zoals het hoort, de kerk, de Sint-Martinuskerk. Met daaromheen 12 prachtige lindes, als symbolen van de apostelen. Maar ja, begin van de 20e eeuw was die kerk te klein en ze besloten een grotere te gaan bouwen. De Quirinuskerk, daar zie je die torens. Daar gaan we zo meteen naartoe. Maar kijk eens, Leon, een monument ter herdenking van die watersnoodramp in 1953, met die hoog opspattende golven. In deze Quirinuskerk bevindt zich een beeld dat je eerder zou verwachten in de oude Martinuskerk. Maar ja, die kerk is in handen van protestanten en protestanten houden nou eenmaal niet van paapse afgodsbeelden. Ik bedoel deze beeldengroep. Dit is de heilige Maarten. Een heilige vreselijk populair tijdens de middeleeuwen.
En zijn belangrijkste legende wordt hier verbeeld. Sint Maarten, toen nog een soldaat, wordt aangesproken door een naakte bedelaar. Die hem omwille van Christus vraagt om een aalmoes. En wat doet Sint Maarten? Hij pakt zijn zwaard en snijdt daarmee zijn eigen mantel door en geeft de bedelaar de helft. 'S Nachts verschijnt Christus aan Sint Maarten in zijn droom. En Christus bekent dat hij zelf die bedelaar was. Aan dit voorval trouwens hebben we nog ons Nederlandse woord kapel te danken. Want toen Sint Maarten was gestorven, werd de helft van zijn mantel, in het Latijn is dat de capella, geëxposeerd in een gebouw. En dat gebouw werd genoemd naar die mantel, capella, kapel. Maar er is een nog grotere schat in deze Quirinuskerk. En die is in 1920 opgegraven in de tuin van de oude kosterij. Vlak bij die Martinuskerk. Een arbeider was er aan het graven, die stootte op iets hards. Weet je wat ze boven de grond haalden? Hè? 4 kandelaren, een bel, een crucifix. En deze magnifieke doopvond. Ongetwijfeld tijdens de 80-jarige oorlog begraven om te beschermen tegen de protestanten. Moet eens kijken wat er bovenop is. Sint Martinus natuurlijk. Ongelooflijk kostbaar. Maar de ding was nog niet boven de grond of de plaatselijke pastoor van Gastel stond er al bij. Dus van ons. Jawel. Want dit is ooit geschonken in de 16e eeuw door de nazaten van ene meneer Franke in ruil voor jaarlijkse requiemmissen. Dus van ons. Helemaal niets, zei de landeigenaar. Mijn grond, mijn fonds. Gelijk had hij natuurlijk. Maar ja, die pastoor was doodsbang dat het verkocht zou worden aan een museum of nog erger, zo schreef hij in zijn dagboek, aan de Joden. Dus hij roept de hulp in van een Xavier Smits, een hotemethoot van monumentenzorg. En die komt met veel aplomp naar Halsteren en gaat eens praten met die landeigenaar. En die beschuldigt hem meteen met wederrechtelijke inbeslagneming van kerkelijke goederen. En die dreigt met confiscatie en inbeslagneming. Nou, eind van het liedje, de kerk weet het voor een happekrats te krijgen. Zo ging dat in die dagen. Maar goed, het heeft wel het voordeel natuurlijk dat dit doopvond met de beeltenis van Sint Maarten nu in deze kerk in Halsteren staat. De plek van onze wandeling, Hoeve het Slot. Ooit onderdeel van het kasteel van Halsteren dat eigendom was van de markiezen van Bergen op Zoom. En die gebruikten het als een verblijfplaats voor hun belangrijke gasten. Desiderius Erasmus, hè? Die heeft hier nog gelogeerd. En die heeft hier het boek Anti-Barbari geschreven. Maar nog steeds is het een plek vol met gastvrijheid. Er komen hier werkelijk jaarlijks duizenden mensen op bezoek, ongevraagd. Ja, het is een monument, maar die mensen die komen ook voor een ander monument. Tante Jo, die woont hier. Het is werkelijk een formidabel mens. Die is geridderd omdat ze hulp heeft verleend toen bij de watersnoodsramp. Maar als je er ontmoet, je zult zien, jongen. Zo bijzonder. Kijk, ze wuift al. Dag, tante Jo. Hallo, goedenavond. Hey, mogen we even binnenvallen bij je? Ja, omdat ze daar zo lief vroeg. Ik heb een cadeautje voor je meegebracht. Ah, dat is heel... Kijk, dat gaat wel goed, hè? Ja, dat gaat heel goed. Hartstikke bedankt, hè? Hey, tante Jo, mogen we even in jouw huis kijken? Natuurlijk, uit liefde laat ik jullie daar kijken. Goed zo, jongen, kom je even mee. Jongen, je zult je ogen niet geloven. Dit bijvoorbeeld, dit is de huiskamer van tante Jo. Die leeft ze ook echt. En al die spulletjes, die hebben waarde voor haar. Ze weet toch precies van elk ding, van oh, dat is van die, en dat is van die, en dat is van die. En ze weet prima dat voor andere mensen helemaal niks betekent, maar voor haar wel. En dan haar slaapkamer. Dat geloof je niet. Elke nacht gaat ze hier te bed. Te midden van al die spullen. Je moet vreselijk uitkijken waar je loopt, want anders trap je dingen om. Dit bijvoorbeeld, hè. Hoep, daar gaat al iets. Dit. Tante Jo gekregen. Wil ze ook op haar graf plaatsen. Oh. Eigenlijk wel mooi. Ja. Maar we doen tante Jo een groot verdriet als we niet een borreltje gaan drinken. Ja. Even doen. Ja. Hoep. Nee, ik heb een lekker borreltje ingeschonken. Ah, op je gezondheid, tante Jo, want 79 jaar is pas het begin, hè? Ja, fantastisch. Ik heb het lang uitgehouden, vind ik zelf. Ik zie hier weer al een paar jaartjes foto. Heel goed. Ik zie hier zo'n prachtige foto van tante Jo in een sportauto. Ja, ja. Heb je er echt in gezet? Ja, natuurlijk wel. Dat zeker wel. We bent toch een bijzondere vrouw, hè, mademoiselle? Rijd je tegenwoordig nog, of niet? Nou niet meer. Nee, nou heb ik me... 79 jaar is mooi geweest. Maar een paar jaar geleden maakte je hier nog half...